waar misschien mijn werk over gaat, is van ken jezelf. En dan kun je eigenlijk ook dus niet oordelen over een ander. Als je jezelf kent, als je al je eigen, nou misschien wel dark side en al je eigen gedragingen kent, herkent en begrijpt hoe ingewikkeld het eigenlijk is. Waarom dan nog een oordeel over een ander of een ander vertellen hoe het in elkaar zit, dat soort dingen. Want het is eigenlijk, ja, ik ben toch een beetje als een spons. Ik zie, ik neem waar en dat stapelt zich zo'n tijdje op. Nou, ik denk dat je mensen niet bereikt met woorden, letterlijk. Maar als je een beetje je zintuigen openstelt, dan voel je wel dat er met mijn werk vaak net iets is. Bijvoorbeeld die overkill aan roze, dat is ook een beetje een soort inspiratie, zeg maar, van speelgoedwinkels en allemaal dat soort holy hobby poppetjes. Dat soort allemaal zoet, kermisachtig. Ja, misschien via de verwondering van de schoonheid die ook in hun werk kan zitten, is het misschien bijna makkelijker of ja, veiliger om daarover na te denken of daar iets van te vinden. Dit is dan zeg maar van een soort supervrouw pakje. Dat is natuurlijk op zich al, ja, Superman, supervrouw is al apart. En dan ook hier zit weer het falen. Het lukt net niet, want de haren zitten vast in de boom. Dus zelfs daarin zit al die tegenstelling tussen iets wat het representeert en wat het tegelijkertijd ook is. Ik vind de wereld en de mensen complex. En nu misschien nog wel meer als ooit, omdat het gewoon duidelijk wordt. Nou, ik denk dat dat gewoon een soort van psychologische lagen zijn. Het is een soort een uitdrukking van een bepaalde emoties of gedrag wat of ik heb of anderen of wat ik zie bij anderen. Ja, en over clichés. Van wat is nou echt? Wat is nou origineel? Bewust bijna ongelukken te veroorzaken. Of soms niet eens bewust, want je denkt echt dat iets goed gaat. En meestal het gaat eigenlijk nooit goed. Het is nooit dat wat je wil. Maar daar zit ook de uitdaging. Dus dat het eigenlijk je uit de klauwen loopt. En dan ga je daar een stukje mee, want dan ontstaat er iets nieuws.